ik ben Harry Maas en ik demonstreer de Holy Grail Plus Reverb van Electroharmonix. Dit is een true bypass pedaal met zijn eigen 9 volt voeding. Ik vind het een muzikaal klinkende reverb die de basisbehoeften van de gitarist invult door zijn verschillende reverb types hall, spring, room en flurp. Flurp is een combinatie tussen flanger en reverb. Het verschil met de nano is in principe de amount knop en de room reverb die hier is toegevoegd. De amount knop geeft meer mogelijkheden om de reverb types in te stellen. De blend knop bepaalt de balans tussen het directe signaal en het reverb signaal. En de reverb knop selecteert het gewenste reverb type. Laten we beginnen met het clean signaal. Ik speel op een Yamaha Pacifica 611 met Siemens Duncan elementen. Dit is het hals element. En het brug element. Ik begin met de Holy Grail Plus met de blend en amount in de middenposities en de spring reverb type. De amount naar 3/4. Amount voluit. Met de blend lager. Hou je een bruikbare reverb terwijl de amount voluit staat. Blend in de minimale positie. Is een droog signaal. Blend op 1/4. Blend op 3/4. Als we dan de amount weer verminderen. Oké, de hall reverb. Amount 3/4. De amount stelt de reverb tijd in. Ook hier weer met de blend naar beneden. Houd je een werkbare reverb terwijl de amount voluit staat. Oké, blend naar een hogere waarde. Amount weer wat lager. Oké, de room reverb. De amount stelt in dit geval de damping in. De damping van de kamer eigenlijk. Hogere blendwaardes met een lagere amount. Laagste amount. Het vergroot eigenlijk de kamer. Oké, en als laatste de flurp.
De mount bepaalt de snelheid van de de flanger sweep. Halverwege. Extremer.